De politie kwam de partij drugs op het spoor omdat er een onderzoek was gestart naar een 36-jarige man uit de Haagse Schilderswijk. Die viel ons op en ook wijkbewoners vanwege zijn uitgavenpatroon, zijn hele levensstijl. En iedereen in de buurt en ook aan politiebureau De Heemschat zei, ja, dat kan toch eigenlijk niet dat die man zoveel geld heeft en het lijkt erop alsof hij niet werkt. We zijn toen een onderzoek begonnen. Gaandeweg kwamen we erachter dat hij zich bezighield met handel in verdovende middelen. Dat deed hij samen met een andere meneer, ook uit die wijk. Nou, vervolgens kwamen we nog twee mensen op het spoor. En dat heeft vrijdag 26e geleid tot de aanhoudingen van deze vier mensen en de inbeslagname van 2,5 kilo heroïne. De drugs worden nu door de politie onderzocht en hebben een straatwaarde van ongeveer 100.000 euro. Nou, dit is zeker voor een wijkbureau is dit een grote vangst. Deze mannen zijn geen straatdealers, geen loopjongens. Dit zijn mensen die zich vermoedelijk met internationale handel in harddrugs bezighielden. De komende tijd zal de politie kijken of er meer mensen betrokken zijn bij de drugshandel. Ze sluiten niet uit dat er nog meer arrestaties volgen.